Fijn dat u hier bent. Met steeds meer, elk jaar zie ik meer mensen. Dat doet ons goed. Mag ik u nu uitnodigen om 2 minuten stilte in acht te nemen? Dames en heren, ik ben van na de Tweede Wereldoorlog. Mijn familie, van vaders en moeders kant, hebben de verschrikkingen van die oorlog beleefd in Rotterdam. De verhalen over die afschuwelijke periode kende ik als kind van mijn ouders, mijn grootouders en de vaderlandse geschiedenislessen op school. Die richtten zich met name op de Nederlandse oorlogsverschrikkingen, het bombardement op Rotterdam, de hongerwinter en later steeds meer over de jodenvervolging. In mijn Rotterdamse kindertijd stond het dagelijks leven nog bol van die donkere periode in Nederland. Als ik tijdens het avondeten mijn neus ophaalde voor een maaltijd, kreeg ik de wind van voren. Jongen, schaam je, je moest eens weten. In de oorlog, we zouden een moord hebben gepleegd voor zo'n bord eten. En nou eten. Pas later hoorde ik van die andere oorlog in Nederlands-Indië. Ik hoorde van mensen die daar onder het zware juk van de Japanse bezetters hebben geleden. Over de erbarmelijke omstandigheden in en buiten de kampen daar. Over moeders die machteloos hun kinderen onder hun verzorgende handen zagen wegkwijnen. Over vaders die gescheiden van hun gezinnen onder erbarmelijke omstandigheden als slaven moesten zien te overleven en hoeveelen daar niet in slagen. Als je je verdiept in de gebeurtenissen in Nederlands-Indië voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog en hoort van het onvoorstelbare leed van daar, ver weg van het moederland, dan kom je dat het goed is, tot het besef dat het goed is, jaarlijks stil te staan bij de verschrikkingen van die aanvankelijk vergeten oorlog. Of de mensheid wijzer is geworden in de afgelopen 70 jaar, ik ga die vraag niet beantwoorden. Toch is het waardevol te blijven herdenken en jaarlijks stil te blijven staan bij de oorlogsverschrikkingen van toen, ook daar in het verre Indië. Maar tezelfde tijd ook bij de in 1945 herwonnen vrijheid. Bij de afgelopen 4-5 mei herdenking zag ik hoe enthousiast jonge schoolkinderen deelnamen aan die herdenking en festiviteiten. Ik las en luisterde naar hun gedichten en bewonderde de met tekeningen gedecoreerde stoeptegels die hier zijn ingelegd voor het herdenkingsmonument. Laat ons daar hoop uitputten voor een betere wereld. Is mij gevraagd een gedicht voor te dragen aan de hand van Endang Mouthaan,
streep hun naam niet door. Streep hun naam niet door, al zijn ze tot stof vergaan. Streep hun naam niet door, alsof ze nooit hebben bestaan. Het liefste dat ik heb bezeten, het toekomstbeeld van mijn bestaan, vraag mij niet dat te vergeten en gewoon weer door te gaan. Want ik wil weer verder leven. Maar ik weet niet hoe dat moet. Ik hoor bij hen die achterbleven. Overleven, dat vergt veel moed. Streep daarom hun naam niet door. Noem de naam en laat me weten dat ook jij niet zult vergeten. En zo alleen kan ik verder gaan. Dank u wel. Ik wil nu graag het woord geven aan Marijke Best. En die draagt een gedicht voor. Het gedicht Het Antwoord. Dat is geschreven door Willem Brandt nadat hij terug is gekeerd naar India. 20 jaar na datum. Marijke, graag aan jou het woord. Het antwoord. Reizende door Sumatra zocht ik naar het streng gebouw waar ik in zwarte jaren van oorlog en geweld gevangen zat, om hongerend naar de grauwe muur te staren. Het bleek nu met de grond gelijk gemaakt. Er wuifden palmen over rijpe velden. Vergeefs bezocht ik in de werkelijkheid de schimmen die mijn bange nachten kwelden. Maar met een glimlach zei mijn jonge gids: zo is het goed. Laat al wat in het verleden schande en kwaad was worden uitgewist, om onbevangen in het licht te treden. Verlies uw haat als een verloren stap. Gedenk alleen wat goed was en een zegen. Bestrijd met open hart de groene wegen. Ontmoet de mens in liefde en broederschap. Ik geef nu graag het woord aan Ed Vermeulen. Ed Vermeulen die zal zijn verhaal, het ereveld, aan u voordragen. Geachte aanwezigen, welkom, Slamat Datang. Zie ik Indië in uw gezicht? Hoor ik Indië in uw stem? Herken ik u door het insigne als Indië-veteraan? Meer dan 53 jaar deel ik mijn leven met een Indisch meisje. Door haar herken ik uw herinneringen en uw verdriet. Het verdriet van Indië. Ik vertel u het verhaal van een reis, een ontdekking en een Indische familiegeschiedenis. Mijn vrouw, Martje Edith van der Wal, is in 1939 geboren in Machelang. Dochter van knilmilitair Douwe van der Wal uit Leeuwarden en de Indische Edith Sofner uit Samara. Tot de Japanse inval in maart 1942 en de capitulatie van het knil woonde het gezin op diverse plaatsen op Java en Bali. De aansluitende periode van krijgsgevangenschap maakte een einde aan het gezinsleven. Douwe werd op transport gezet naar Siam en te werk gesteld aan de Birma-Siam spoorlijn. Deze periode duurde tot 15 augustus 1945. Zijn Japanse interneringskaart getuigt hiervan. Martje, zijn dochter, verbleef met haar moeder in kamp Tawangsari in Lawang en kamp De Wijk in Malang. In 1991 bezochten wij Indonesië. Een bezoek aan het ereveld Bandung was in ons reisschema opgenomen. We lieten de beelden van deze schitterend onderhouden begraafplaats op ons inwerken en dwaalden langs de eindeloze rijen kruisen en lazen de namen. Tot onze grote verrassing zagen wij een kruis met daarop de naam E.G. Sofner, corporaal para 1 knil. Geboorte en sterfdatum 20 april 1926 en 29 juni 1949. Het maakte hem 23 jaar en jong. Het was de eerste keer dat wij de familienaam Sofner tegenkwamen buiten die van mijn vrouws moeder om. Ook ontdekten wij dat twee jongeren, ons onbekende broers van Martjes moeder, Albert en Floris Sofner, beide geboren in Tegal in 1919 en 1921,
hun laatste rustplaats hadden gevonden op erevelden in Java. Albert overleden in 1945 in kamp Bangkong, begraven op Kalibanting. En Floris overleden in 1942 in kamp Kasilir, begraven op Kembang Kuning. Het einde van hun jeugd, 26 en 21 jaar, werd gemarkeerd door hun sterfdag. In 2007 maakten wij een rondreis door Thailand en brachten een bezoek aan het ereveld Kanchanaburi. Een lang gekoesterde wens ging in vervulling. Onze missie, het brengen van een bloemengroet bij het graf van Fred Sofner. Het bekijken van de brug en de spoorlijn. De plek waar Douwe van der Wal 3 kostbare jaren van zijn leven met een bijna fatale afloop dwangarbeid moest verrichten. Een tijd die hij ondanks dysenterie en malaria heeft overleefd. Lopend in de brandende zon zagen wij lange rijen perfect onderhouden graven met liggende stenen. Ook hier bekende en onbekende namen. In vak 5, rij E, op nummer 27, het graf van Fred Sofner. Hier legden wij een orchideeëntak. We lieten de stilte met daarin het gefluit van vogels, de stemmen van bezoekers, het ruisende water van de sproeiers als enige achtergrondgeluiden op ons inwerken en lieten onze gedachten de vrije loop. Zie ik Indië in uw gezicht? Hoor ik Indië in uw stem? Ik herken uw herinneringen en verdriet. Bedankt voor uw aandacht. Terima kasih, het gaat u allen goed.